can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see you. Hoi mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Let's Play. En vandaag ben ik met Charlotte. Boe. Oh ja, misschien wisten jullie het niet. Darkie is echt al sinds dinsdag level 15. Maar volgens mij heb ik het niet eens in een Let's Play gezegd. Combo. Best wel slecht, hè. Ga je mee naar de druïde rijbak? Oké, dan ga ik heel even mijn pony pakken. Oké, poepdans. Sorry, we zijn echt heel erg vervelend tegen elkaar alweer. Maar goed, ik moet zo wel weer gaan leren. Dus ik ga even een korte Let's Play van 10 minuten aan een kwartier opnemen. Niet meer zo lang als 20 minuten of een half uur. Want dat is gewoon te lang, omdat ik gewoon nog heel veel moet leren. En zo lang is de dag al niet meer. Dus ja. Oké, even oproepen. Oké. Geestelijke terrein. Heeft de barones wit aard? Ja. Heten de vier zielruiders? Bjorn zit toch niet in de zielruiders? Nee. Weet niet. Oh, het was echt stom met de hartslagmeter. Mm-hmm. Ja, we hadden vandaag gym en ik heb het gelukkig niet hoeven doen. Maar dan moest je zoiets om je hart heen doen. En dat was dan een hartslagmeter. En dan moest je zes minuten rondjes gaan lopen. En dan moest je tellen hoeveel rondjes. En dan moest je dat keer 60 doen, omdat het een rondje 60 meter was. En dan moest je op een bepaalde hartslag lopen. Yo, ijs is koud, wauw. En geloof me. Het klinkt makkelijk. Gewoon een band om je lichaam en lopen. Maar dat is het niet. Want je moet 4 keer 6 minuten. En dan moet je echt... Dat is je denkt, wow, wat kort. Maar dat is echt best lang. En je moet ook in de gaten houden hoe hoog je hartslag is. Want je mag dan in een ronde bijvoorbeeld alleen maar op hartslag 180 rennen. Ja. En dan moet je de hele tijd je horloge, je speciale hartslaghorloge in de gaten houden. Inderdaad. En wow, weet je, die met die lessen, weet je wel, die je krijgt, die gaan nu steeds moeilijker worden. Echt? Ja, die worden steeds moeilijker. Nu bewegen die, weet je wel, die zoekers, die bewegen nu veel sneller. Naspit. Ja, inderdaad. Want ik ging net al bijna. Ik ga zo uitloggen, want mijn rugzak doet het niet meer. Je wat? Rugzak. Oh nee, ik heb netwerk fout. Oké, mensen, ik zie jullie zo weer terug. Hoi mensen, we zijn weer terug. Er was even netwerk fout. En dat was ook bij Charlotte, dus. Oh my god, weet je waar ik terug spam? Nou? Zilverkleed. What the fuck? Inderdaad. Oh my god. Weet je, ik vond mijn dekje in het begin echt heel erg mooi van mijn pony, maar nu vind ik hem echt heel erg lelijk. Ja. Ik wil een ander blauw dekje met die zwarte streep. Alleen ik ga nu geen ander dekje meer kopen, want deze kostte 40 star points. Ja, dat is best veel. Maar even één ding. Ik heb een vraag aan jullie. Welk paard willen jullie uitgetraind hebben? Zet even in de reacties. Want ik weet echt niet welk paard ik als eerste wil uittrainen. Zal ik mijn... Even zeggen tussen welke paarden je kan kiezen. Want je kan bijvoorbeeld zeggen je moet Darkie uittrainen. Maar, die maar is Darkie is al uitgetraind, ja. Nou, je kunt kiezen uit. Nou, ik denk dat het een bijnaam Skyler wordt. Snowherd dus. Je kan kiezen uit Annemarietje, Danger Princess dus. Elsje, Thundercloud dus. En de twee ponies kan je kiezen. Ik ga nu denk ik... Oh my god,
niks is opgeslagen. Wat fuck? Ofwel, ik weet het niet. Nou, ik ga nu wel snel weer trainen, want ik heb nu niks meer te doen. Ik ga voor mijn pony... Of zal ik mijn pony trainen? Nee, ik heb geen zin in. Ik ga wel mijn pony trainen. Ik ga eventjes zo nog even... Ik ga zo nog eventjes mijn pony setje afmaken. Maar goed, nu... dat doe ik niet in opnames. Ik ga nu even lekker trainen. En mensen, als je op mijn kanaal kijkt, ik ga binnenkort... binnenkort, over een paar weken als ik het de Star Wars heb, dan ga ik waarschijnlijk het Quarter Horse, de bruine, kopen. Ja. Dus, maar... Dan, ja. Mensen, ook als jullie graag filmpjes willen zien van echte paarden, ga vooral naar Charlotte's kanaal. Want 18 april heeft ze een wedstrijd en ik ga met haar mee en dan ga ik het voor haar filmen. En dan komt het misschien 2 dagen later online of zo. Ja, en het wordt een vlog. Een soort van, ja. Ja. Maar ik denk niet nog echt dat ons gezicht echt onthullen of zo. Nee, ik zeg maar gewoon... Een paardenvlog, gewoon dat je paardenhoofden ziet. Ja, gewoon stukjes film van op het wedstrijdterrein en ja, dat soort. Ik heb daar wel veel zin in. Want ik mag mee. En er komen nog veel meer van die wedstrijd. Filmpjes, want ze heeft nog meer wedstrijden en waarschijnlijk ga ik daar ook mee. Alleen ze wil ook nog 1 keer met iemand anders dat iemand anders meegaat. Dus ja. Toch? Ja. Tenminste, dat denk ik. Ik weet het niet zeker. Ja, je weet niet of je vriendin dat wil. Ja. En anders ga ik met jou mee, alle daagjes. Ik heb nu 2 abonnees, die hebben mij afgeabonneerd. Ik wil niet zeuren of zo. Maar het zou kunnen dat die gewoon mijn kanaal niet leuk vinden. Dat boeit niet heel veel. Maar als het komt omdat ik niet heel veel paardenvideo's de laatste tijd meer maak, maar alleen het vlees. Ik ben nu bezig met een hele leuke paardenvideo en binnenkort ga ik er nog meer maken. Dus maak je geen zorgen op. Want... Misschien dachten jullie dat ik ermee ging stoppen met de paarden of zo. Nou, dat zal ze nooit doen, geloof me. En we gaan binnenkort Roos trainen. Daar gaan we ook misschien video's van maken. Ligt er nog een beetje aan hoe druk Roos is. Want er is al heel lang niet meer op iemand haar gereden. En ja. En waarschijnlijk ga ik nog een 2e kanaal aanmaken. Met voor paardenfilmpjes. Dat jullie mijn paardjes kunnen... ontdekken, snap je wel? Of en... je dit gewoon... Nee, ik ga niet deze naam veranderen. Want er zijn mensen die willen mij zoeken dan en dan kunnen ze me niet vinden meer. Uh-huh. En straks krijg ik net zo gedoe met jullie dat jullie naam niet wil veranderen, weet je wel? Oh ja, dat zoek ik wel. Dat heb ik nog steeds niet. Want ik ben erachter gekomen als je op de Engelse YouTube zit... Dus je hebt de taal op Engels, zeg maar. Dan kan je mij wel vinden. Dus misschien ligt het aan hoe ik het heb ingevoerd of zo. Dat ze denken het is een Engelse naam. Dus... Ja, Horses on TV. On TV. Wat? Oh nee. Mijn broer. Nou, in ieder geval... Horses on TV. Het klinkt ook gewoon Engels. Horses on TV. Ja, het is op Engels. Alleen het kanaal zelf is Nederlands. Hier komt waarschijnlijk de luchtballon. Oh mijn god. Wat? Ik rijd naast Ivy Fox door met zusje van... Wauw! We gaan niet mensen promoten in mijn filmpjes. Ja, maar ze weten toch niet wie Judith is. Weet je niet. Maar alleen ik kan er geen vriend van vragen, want ze is zo heeft al het maximaal aantal vrienden. Dat is goed. Hou weer goed. Yeah. Hou op, ga weg! Nog.
veel staat mensen allemaal op de opname, hoor. Zeg dat maar tegen je broer. Wat? Dat het allemaal op de opname staat. Oh ja, dat weet u wel. Ik zei al stil alleen. Ja. Het klinkt niet leuk, dus hou van je. Nee, het klinkt niet leuk. Nou ja, joh, hij is al best wel oud. Die Paula is een koe met koeienvlekken. Paula, koeienvlekken. Lekker bekken, woehoe. I want... Nu wil ik Paula hebben, want daar heb ik nu zin in. Ik heb geen zin in Paula, ik lust dat al niet vanaf dat het bestaat. Oh my god, jij bent zo fucking slecht. Nee, maar ik lust de chocoladeversie niet, de rest wel. Jij bent echt een poepdoos. Maar die chocoladeversie is... Hou, geen snoepjes. Nee, maar ik weet niet of we morgen wel naar de McDonald's gaan, hoor. Nee, ik ook niet, want we hebben niet echt uitval. Mm-hmm. En jij moet morgen naar Trummen. Ik ben mijn pony level 10 aan het trainen. Level 10 al? Ja. Jezus. Mij is pas level 7. En level 4. Ik weet jouw pony is jouw pony. Nee. Oké, mensen, ga allemaal in de reactie zetten dat Jody haar pony moet trainen. Nee, maar dat heeft geen zin in. Ja, maar het moet. Maar hij is zo langzaam. Je hebt twee ponies en je hebt geen één level 15. Ja, is dat erg? Jij hebt ook niet je pony level 15, hoor. Nee, maar ik heb ook geen twee ponies. Dus? Dat is geen logische vergelijking. Jawel. Dat is geen logische vergelijking. Nou, en? Hallo, meisje op een frisportpaard. Doei, meisje op een frisportpaard. Doei. Oh ja, wil jij straks mijn missie doen? Nee. Die missie van Gunther, want ik heb geen zin om die te doen. Nee, die moet je zelf doen. Dat hoort allemaal in het verhaal. Ja, maar die heb ik al gedaan bij Lisanne. Op haar account. Nee, maar er zit nog eentje voor. Welke dan? Dat. Nou, die ga ik nooit doen en dan ga ik nooit level up komen. Dan komt het allemaal door jou. Maar ik heb daar zelf ook geen tijd voor. Nou, oké. Ik doe het zelf alweer. Nee, grapje. Tuurlijk doe ik hem zelf. Als jij geen tijd hebt. I like doing you. La 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 la. I wanna run away. Anywhere on this place. Ja, we zingen echt vet flat. We zingen echt heel lelijk, maar normaal... Oh my god, ik mis een poortje. Maar normaal zingen we wel wat mooier, hoor. Ik kan wel heel mooi zingen. Ik ook wel, hoor. We kunnen allebei heel mooi zingen. Ja, maar dat gaan we niet doen, want dan schamen we ons. Ja, we gaan altijd expres heel lelijk zingen. Ja, ik heb morgen eindelijk twee missies. Oh, wauw, ik heb één. En je wilt niet mijn missie doen? Nee. Jij bent echt een poepdoos. Je bent zelf een poepdoos. 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 Oh, daar was een mooie paardje in. Ik wil een fjord. Fjord. Een fjord. Ik kan bijna een fjordje kopen. Ja, la. Oké, ik ben echt irritant bezig met mijn beeld. Maar in ieder geval, ik sluit hem na deze race af. Want anders dan wordt hij te lang. En ik moet ook nog heel veel leren. Dus doei! En abonneer ook op mijn kanaal. En op Charlotte's kanaal. Charlotte's kanaal staat ook in de beschrijving. Doeg! Doei!